Welkom allemaal bij de presentatie van Wereldhaven over onze ambities en progressie so far over onze GIS-software die we met Esri samen aan het ontwikkelen zijn. Ik ben Taco van Lier, ik heb een financiële functie bij Wereldhaven en ik werk samen met Tim Smeets en mijn collega Bonne Gerritsma aan de ontwikkeling van het product binnen Wereldhaven. Tim Smeets is helaas ziek, die kon er vandaag niet bij zijn. Normaal zou ik de presentatie met hem doen, maar Tim, alvast bedankt voor alle hulp die je inzet. Ik hoop dat je volgende week weer beter bent bij de presentatie zelf. Tim is trouwens de Director Digital Transformation in IT. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de transformatie van Wereldhaven op IT-gebied en op onze intelligence daar. Ik ga doorklikken. Ik ga iets vertellen over Wereldhaven, wie wij zijn. Wereldhaven is een beursgenoteerd vastgoedonderneming. Ga ik even naar de volgende slide kijken. Wij hebben 22 Wereldhavencentra in Nederland, België en Frankrijk. En in 2020 hebben we een nieuwe strategie gepresenteerd. En dat noemen we de full service transformatie. En dat gaat over de transformatie van onze winkelcentra van oude centra naar full service centra. Waar we eigenlijk convenience en traditioneel retail combineren met boodschappen doen op het gebied van entertainment, healthcare en wellbeing. En daarnaast investeren we tegenwoordig ook mogelijk in de toevoeging van woningen en flexwerklocaties. Ik heb een filmpje om een impressie te geven. Nee, ik heb nog geen filmpje. Ik ga heel even door. Ja, hier is het filmpje om een impressie te geven van de ambitie die we als Wereldhaven hebben en hoe we kijken naar onze klanten. Wereldhaven richt zich de laatste jaren met name op de bezoekers die in onze winkelcentra komen om daar toegevoegde waarde te creëren. Ik ga het filmpje afspelen. The way we live is changing. Yet some things remain the same. There are days when you feel everything is under control and there are no surprises. But on others, it's all about the surprise. We know that life has a different rhythm for everyone. Quiet times for some are, well, less quiet for others. But for us, only one thing counts, that we can make daily life better, providing customers with the right environment and services to help create the little moments they cherish and the special moments they celebrate. We focus on making it as easy as possible for them to live a well-balanced life every day, where they can truly be themselves, or most of the time, at least. By creating the right blend of services and opportunities, we make it easy for customers to focus on what's important and makes them happy, so that they can connect, live, care, work and grow. That's why we're investing in creating a new category, which combines all our value-added services that benefit people's lives. Best-in-class, full-service centres that are integrated in the community, that act as the beating heart of the local environment, where people love to shop, work and relax. Centres that help our partners move to the next level, providing them with sustainable value and powerful insights. Enriching communities, caring for the environment everywhere we operate, while offering an unrivaled customer experience. Supporting a better everyday life for everyone. So, let's work together and make every day count. Dit is een introductie over Wereldhaven en wie we willen zijn. Wat jullie in het filmpje gezien hebben is dat Wereldhaven probeert winkelcentra te creëren waar we verschillende services combineren en waar de klant zich echt op zijn gemak voelt. Nou, wat heeft dat te maken met Esri en de ontwikkeling die we daar hebben? We proberen eigenlijk steeds meer te weten te komen van de mensen die bij ons komen, van de huurders die bij ons huren en hoe mensen hun geld uitgeven en wat voor dingen ze doen. Wat daar toch wel heel veel belangrijk is dat we die informatie niet alleen in statische rapporten hebben, maar dat we eigenlijk de verschillen tussen onze centra heel goed begrijpen. En daar helpt Esri ons heel erg goed mee. Wat we hebben gedaan over de afgelopen jaar, we hebben business cases ontwikkeld en daar hebben we prioriteiten aangegeven. We beginnen ook heel erg met het principe Think Big, Start Small.
Dat betekent dat we vaak met een klein onderwerpje beginnen, kijken of het onze medewerkers en onze business cases helpt te ontwikkelen. En vanuit daaruit een business case wel of niet verder te brengen. En op die manier proberen we heel erg te schalen in onze intelligence. Daar ga ik zo meteen wat voorbeelden van laten zien. Allereerst zijn we begonnen met aan onze medewerkers te vragen waar we de meeste waardegeneratie kunnen creëren. En wat we gezien hebben is dat we sterk behoefte hebben om intelligence te krijgen over onze customers. Hè? Dus wie zijn de mensen die bij Wereldhavencentra komen? Tweede insight waar we behoefte aan hebben is meer informatie over de tenant mix. Dat zijn de huurders van Wereldhaven, hoe zij het doen en waar zij misschien zitten en hoe ze performen in onze winkelcentra. En of de goede mix in de winkelcentra er is. Dat betekent, hebben we de goede mix van supermarkten met kledingwinkels. Maar tegenwoordig hebben we ook veel meer F&B. Maar ook dingen zoals een bioscoop kunnen waarde toevoegen aan onze full service centra. Op basis daarvan hebben we prioriteiten bedacht. En wat we eigenlijk zien, dit is een slide die heb ik van de VU geleend, is dat we nu in het begin nog wel heel erg bezig zijn met zogenaamde descriptive analytics. Dat betekent dat we beschrijvend zijn in wat zien we gebeuren. Wereldhaven heeft bijvoorbeeld telsystemen in haar winkelcentra staan, maar het was nog best wel moeilijk om goed te zien wat daar op verschillende plekken gebeurde. En omdat we tegenwoordig kaarten hebben met Esri waar we die informatie kunnen plotten, wordt het al veel meer waardevol wat er allemaal gemeten wordt. Wat we uiteindelijk natuurlijk proberen te doen is causale relaties proberen te ontdekken. Te gaan begrijpen waarom dingen gebeuren, dingen met elkaar in verband te brengen en mogelijk ook, dat is eigenlijk de volgende stap, te voorspellen wat zou er gebeuren als wij bepaalde investeringen doen of een shuffle in het winkelcentrum doen. Dat is eigenlijk iets waar we nog niet helemaal zijn, maar Esri helpt ons wel om die relaties te ontdekken en vast te stellen. Dus ik denk dat wij op deze slide dat wij nog links onderin zitten met het beschrijven van wat gebeurt in onze winkelcentra. En de ambitie is om dat verder te brengen. Nou, hoe doen we dat? We werken eigenlijk volgens het met onderstaand model. Wat we hier zien is dat we ons eerst heel erg gefocust hebben op de interne data. En wat bedoel ik daarmee? We laten nu op onze kaarten zien de financiële en de contactdata van de huurders. Financiële data, dat kan bijvoorbeeld zijn hoeveel iemand huur betaalt, wat voor kortingen iemand heeft. Dat betekent dat Esri voor ons een tool is geworden waar medewerkers op een iPad of op computers heel goed de contactdata kunnen inzien en met verschillende filters ook informatie tot zich kunnen nemen. Het tweede wat we aan het toevoegen zijn, dat is data van de huurders. Het gaat bij Wereldhaven met name om de omzetdata. En tegenwoordig voegen we ook de bezoekers die we meten hoeveel mensen er in een individuele winkel komen. Op die manier kunnen we vergelijken of de huur tot het aantal mensen dat er komen of dat er voor de deur lopen of dat in evenwicht is. Ja. En daarnaast hebben we ook nog operationele data die zijn we aan het toevoegen. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe vaak er de lift kapot is of hoe vaak de roltrappen kapot zijn. Of de klimaatinstallatie het goed doet. En door het toevoegen van die operationele laag zijn onze mensen ook steeds beter in staat om daar verbanden te zien. En wordt het makkelijker om intern te opereren. Dat is eigenlijk het stukje van de interne data. Daarnaast hebben we nog het tweede stukje. Dat is dus de externe data. En Esri, dat is echt iets wat Esri ons gebracht heeft. Dat konden we voorheen niet. Dat was moeilijk om dat te communiceren aan onze medewerkers. Het is ook moeilijk om die externe data in het beslissingsproces mee te nemen. En we denken dat het tool van Esri ons daar heel goed mee helpt. Nou, waar hebben we het dan over? We hebben drie categorieën daar onderscheiden. De eerste categorie is de publieke data. Dan denk je bijvoorbeeld aan CBS-data. En voor ons is dat belangrijk omdat we dan, onze winkelcentra zitten natuurlijk allemaal in een bepaalde stad. En die omgeving van iedere winkelcentra is vaak anders. Het winkelcentrum in Tilburg zit in een hele andere omgeving dan onze winkelcentra in bijvoorbeeld de Vimeren of in Parijs. En door toevoegen van publieke data kan je zien wat voor wijk zit je, wat voor mensen wonen daar, is die wijk, gaat die groeien of verwacht je daar misschien een krimp, hoe is de samenstelling van de bevolking daar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in bepaalde delen van de wijk eromheen heel veel kinderen wonen,
dat is nuttige informatie om die tot je te kunnen nemen. Bijvoorbeeld voor de marketing department, om dan daar gericht acties op te kunnen voeren. En we proberen ook die data beschikbaar te stellen voor onze huurders, zodat de huurders ook heel goed snappen waar ze zijn en wat voor mensen daar wonen. Tweede categorie zijn de commerciële marktpartijen. Dan denken we bijvoorbeeld aan locaties. Ik ga er zo meteen wat voorbeelden van laten zien, dus ik ga er nu niet al te veel op in. En dan hebben we de vrijwillige geografische informatie. Derde categorie van externe data. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die ratings geven aan winkels. Dat proberen we ook zichtbaar te maken in onze SRI tool, zodat we dat allemaal goed met elkaar kunnen combineren. Wat voor Wereldhaven de challenge nu is eigenlijk het ontwikkelen van de competenties op deze gebieden. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Ten eerste is het ontwikkelen van de analytics capabilities. Dus we gaan kijken van welke informatie moeten we nou hebben om betere besluiten te nemen. En hoe kunnen we die visueel weergeven? Dat is eigenlijk het stukje visualisatie wat hier staat. Nou, daar zijn we hard mee bezig. En tegelijkertijd is het ook de challenge om te zorgen dat we gebruik maken van die capaciteit. Dat onze medewerkers in hun dagelijkse werk ook die informatie tot zich nemen. En dat we op basis van die data betere besluiten gaan nemen. Nou, SRI helpt ons heel erg door die visualisaties van die data om beide capabilities te ontwikkelen. We verwachten, en dat zien we ook echt gebeuren, dat we op basis van de visualisatieplaatsen en de nieuwe data insights die we daarmee genereren, dat we uiteindelijk betere besluiten voor ons winkelcentra kunnen nemen. Ik ga even door. Deze slide hebben we geleend van SRI Nederland. We zijn een GIS roadmap, hebben we nog niet ontwikkeld, maar we hebben nu onze eerste cases gemaakt. Dus het product van SRI wordt nu dagelijks gebruikt binnen Wereldhaven. We zijn nu eigenlijk bezig een roadmap te maken van welke business cases zijn nou het meest belangrijk voor ons. Waar hebben de medewerkers het meest behoefte aan om uiteindelijk betere besluiten te maken? Nou, hier zijn een aantal voorbeelden daarvan, daar ga ik nu niet op in. Wat ik wel ga doen is laten zien wat we tot nu toe hebben gemaakt. Dan ga ik even naar de voorbeelden van de use cases die we hebben. Een mooi Wereldhavenlogo, een beeld. Dit is het voorbeeld van de financiële data. Hier zien we een winkelcentrum op de kaart. We zien dat de units ingetekend zijn. Dit is het winkelcentrum Middenwaard in Heer Hugo Waard. En dit is eigenlijk de tool die Wereldhavenmedewerkers het meest gebruiken. En wat we hier zien is dat mensen op de kaart kunnen klikken. En door middel van een pop-up komt dan eigenlijk de informatie over de tenant naar voren. En kunnen medewerkers dus alle contractdata van die huurder inzien. We zien dat mensen het een hele prettige manier vinden om informatie tot zich te nemen. En dat dan bijvoorbeeld informatie over wanneer een contract eindigt. Of een klant wel of niet een breekoptie heeft. Dat ze dat tot zich kunnen nemen. En dankzij SRI werken we ook veel met de legends. Dat betekent dat je een filter kan toepassen en dat je op basis van kleuren heel veel patronen kan zien. Nou, hier hebben we het voorbeeld van de corporate branch. Dus we zien hier het centrum, waar zitten de fashion retailers en waar zitten bijvoorbeeld de supermarkten. En toen ik bij Wereldhaven begon met werken, was er altijd één keer per jaar werd er een grote map geprint. Dat was dan een groot A3 ding met mooie ringbanden doorheen. En daar stonden de plattegronden in en daar stond de informatie van de huurder in. Zo stond er vaak een naam in. En dat werd één keer per jaar geprint. Maar eigenlijk was dat binnen 3-4 maanden was die map outdated, omdat er zoveel gebeurt in die winkelcentra. En ten tweede zagen mensen weliswaar de naam van de tenant, maar al die andere informatie die we weten van onze huurder en die mensen eigenlijk dagelijks beschikbaar moeten hebben, die hadden ze natuurlijk niet op die kaart. Deze tool stelt ons in staat, bijvoorbeeld voor de verhuurmanagers, als ze met een potentiële klant praten, om heel snel de andere winkelcentra van Wereldhaven te laten zien en iets te vertellen over dat winkelcentrum, hoe het functioneert en waar er misschien mogelijkheden zijn voor de klant. Dus het is een hele fijne tool en dit is ook de tool die we het meest gebruiken. Gaan we even door naar de volgende. De volgende categorie, dat gaat over de huurdersdata. Wat we hier zien is weer het kaartje van Middenwaard. En wat we ook hier laten zien is bijvoorbeeld de omzet die retailers halen. Of de huurdruk die huurders hebben.
En wat we hier eigenlijk zien is dat dit soort informatie, om die op de kaart te zien, dan is het echt van belang. Want vaak als je bepaalde omzetten gaat vergelijken, is het toch wel heel belangrijk om te snappen waar zit een huurder en wie zit er naast hem. En hoe zou het komen dat hij die bepaalde omzet heeft? Bij Wereldhaven kijken we vaak naar omzet per vierkante meter. En wat we ook dan zien, dat bijvoorbeeld de grootte van een unit heel erg van belang is. Maar ook dat je ziet in welk straatje in het winkelcentrum zit het. Zit het op de AAA-locatie of zit het ergens achteraf? Dankzij, doordat we de informatie nu op de kaart zien, is het veel makkelijk daar context aan te geven. Misschien nog even, jullie denken misschien hier, waarom zijn er zo weinig plaatjes gekleurd? Nou, niet alle huurders bij Wereldhaven zijn verplicht hun omzetten aan te leveren. Maar dat percentage is wel steeds aan het groeien. Dat was een aantal jaar geleden was dat rond de 10-15%. Nu zitten we eigenlijk al op 55%. En dat betekent dat we heel goed snappen hoe retailers het doen. En vooral nu in tijden van corona is dat toch wel heel erg fijn om te weten. Dan zien we ook waar de kansen liggen en waar we wellicht actie moeten nemen in de toekomst. Ik ga naar de volgende slide. Het gaat eigenlijk over die operationele data. Het is een PowerPoint slide hier. Dit is eigenlijk het product waar we nu samen met Esri mee bezig zijn om dat te ontwikkelen. En wat je hier ziet is een ander winkelcentrum in de Koper Week. En wat we tot nu toe veel deden is eigenlijk de bezoekersdata was vaak een vergelijking met vorig jaar. Of de bezoekers werden vergeleken met 2 jaar geleden. Maar dat doen we vaak op winkelcentrumniveau. Met de tooling van Esri kunnen we veel beter die data op de kaart weergeven. Nou, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, dit winkelcentrum heeft een aantal ingangen. Aan de onderkant zit de Jumbo, aan de bovenkant zit de Albert Heijn. En doordat we nu niet alleen maar naar het totale footfall in het winkelcentrum kijken, maar heel specifiek kijken van, hey, we hebben daar een Jumbo toegevoegd. Wat doet het nou met het aantal mensen wat daar dagelijks binnenkomt? Gaan die mensen ook naar de winkels die daar omheen zitten? Tegelijkertijd is het voor ons ook belangrijk om te zien, hey, wat doet dat nou met de footfall bij de Albert Heijn? En zijn er extra mensen bijgekomen of is er alleen een verschuiving plaatsgevonden? En omdat we ook de salesdata op de kaart hebben gezien, kunnen we ook verbanden trekken van, joh, heeft het nou voor de andere omliggende huurders zin als er een Jumbo bij komt? Of gaan mensen alleen hun boodschappen doen en gaan ze daarna weer weg? Voor ons een goed voorbeeld dat de kaartmogelijkheid van Esri wel heel erg belangrijk is. Want als je deze data alleen in een soort van Excelletje ziet, dan is het wel heel moeilijk om die tot je te nemen. En bovendien zien we dat Esri is ontstaan zelfs om dit wijd door het hele bedrijf met iedereen te delen. Dat je daardoor er veel meer uithaalt in plaats van dat het bij een paar mensen in een rapportje zit. Ga ik het bij laten over de footfall. Ik ga door. Gaan we eigenlijk naar de tweede categorie van data waar we naar kijken, dat is, we hadden het gehad over de publieke data. We hebben met Esri samengewerkt om de CBS-data per wijk en buurt te plotten. Wat we hier zien is de omgeving Tilburg. Daar laten we iets zien over het gemiddelde, nee, het is niet Tilburg, ik zeg het verkeerd. Het gaat over de omgeving Arnhem. En wat we hier zien is het gemiddelde inkomen van mensen die in de wijk wonen. We hebben daar 2 winkelcentra. En wat je ziet eigenlijk al op de kaart, dat er een groot verschil bestaat tussen het gemiddelde inkomen dat mensen rondom de ene wijk hebben en het andere wijk. In dit geval gaat het om gemiddeld 22.000 euro per jaar verdienen en het andere is 27.000. Op zich weten we dat wel, hè. We lopen dagelijks in die centra rond, dus we weten wat voor mensen daar komen. Maar wat we hier ook... Er is veel meer data beschikbaar bij CBS. Het gaat bijvoorbeeld over de gezinssamenstelling waar ik iets over vertelde. Over de migratieachtergrond. Maar ook of wijken voorspeld zijn dat er meer mensen gaan wonen. En wat voor type mensen daar dan gaan wonen. We proberen wel de data altijd vergelijkbaar te maken met andere winkelcentra. Want wat je vaak ziet is dat het getal aan zich niet zo heel veel vertelt. Maar als je het dan vergelijkt met die 10, 12 Nederlandse andere winkelcentra die we hebben. Dan begint de data toch echt een verhaaltje te vormen. En dan levert dat vaak wel inzichten op. Ik ga door naar de type data van de commerciële marktpartijen.
Ik denk in retail is de bekendste daarvan is Locatus. Die hebben data over waar retailers zitten en over verzorgingsgebieden. Dat is eigenlijk voor ons een tool waar we, die maakt ook gebruik van Esri, die draait op het Esri-platform. Dat is een goed voorbeeld. Maar wat we nu ook zien is dat er betaalde data beschikbaar is over bijvoorbeeld waar onze bezoekers ook naartoe gaan. Dat wordt vaak gedaan op basis van mobiele informatie. Daar kijken we goed naar privacy trouwens, dat goed geregeld moet zijn. Maar het is wel interessant om te weten van hey, mensen die bijvoorbeeld bij ons winkelcentrum in City Plaza in Nieuwegein komen, waar gaan die mensen nou nog meer naartoe? Gaan ze naar andere winkelcentra? En door de combinatie van deze twee datasources, dat levert vaak wel inzicht op. Dat kan je bijvoorbeeld iets vertellen over wat voor type huurders het goed is om erbij te plaatsen. Of als we het over de full-service strategie hebben, wat voor activiteiten mensen nou nog meer ontplooien, die ze wellicht ook bij ons winkelcentra zouden kunnen doen als we daarop zouden inspelen. Dat is de commerciële marktpartijen. En dan hebben we ook nog de volunteered geographical information. Wat we steeds meer zien is dat consumenten steeds meer data, vaak via een mobiele telefoon, maar ook online delen. Dus we maken ook graag van die gratis beschikbare informatie. Ik heb hier eigenlijk twee voorbeelden daarvan. Linksonder in de slide zien jullie dat mensen via TripAdvisor rating geven aan bestemmingen. Nou, volgens mij heb ik hier het voorbeeld van de Gianotte in Tilburg. Dat is eigenlijk een van onze beste boekenwinkels in Tilburg. Die doen het supergoed. En dat wordt ook gewaardeerd door klanten. En dat is voor ons eigenlijk ook wel een goede manier om die data op te halen en in ons database beschikbaar te stellen via Esri, zodat je goed kan zien op de kaart hoe mensen over bepaalde winkels denken. En dat is toch wel een belangrijke toevoeging voor ons om dat mee te nemen in onze besluiten, dat je niet alleen kijkt naar of mensen een huur betalen, maar ook hoe het met een winkel gaat. Nou, dat is daar een voorbeeld van. En rechts zien we OpenStreetMaps. Dat is eigenlijk een alternatief voor Locatus. We zien dat mensen toch zelf ook wel heel erg willen vertellen waar een winkel zit, waar ze zitten. En bijvoorbeeld OpenStreetMap toe te voegen aan onze layers is het wel heel goed te zien van wat er nog meer in de omgeving van een winkelcentrum zit. Dus dat is een van de voorbeelden die we daar ook toevoegen. En je ziet dat het eigenlijk wel heel erg goed werkt. Dit is eigenlijk het plaatje waar Wildhaven mee bezig is. Ik wil hier nog even het overzicht geven. Wat nou de scope is van de data waar wij naar kijken. Ik heb aan het begin verteld dat we de financiële en de contractdata op de kaart aan het plotten zijn. Dat is voor onze medewerkers wel essentieel, dat ze daar gelijk bij kunnen, zodat iedereen zich tot zich kan nemen. We zijn tegenwoordig ook bezig met de huurdersdata. Dan heb ik het over de omzetten die de huurders behalen. Maar ook het aantal bezoekers dat bijvoorbeeld een bepaalde winkel ingaat. Dat soort dingetjes. En we hebben als derde de operationele data. Dat gaat bijvoorbeeld over, ik zie dat ik het hier andersom heb opgeschreven, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de prestatie van roltrap of hoe vaak een lift kapot is. Of over de temperatuur in een bepaald winkelcentrum of hoe vaak lichten aanstaan. Dat is de interne data die we plotten op kaarten. Super belangrijk, hartstikke goed. Maar ik denk voor Wildhaven om succesvol te zijn in de full-service strategie is het veel belangrijker dat we ook naar de externe data gaan kijken. En goed snappen hoe dat winkelcentrum, welke rol dat winkelcentrum in haar omgeving kan spelen. En dan zijn de categorieën die we vandaag met elkaar besproken hadden, is eigenlijk de publieke data die we via CBS beschikbaar krijgen. Het gaat vaak over het verzorgingsgebied, over reistijden, publieke voorzieningen. We hebben vandaag ook even gekeken naar de commerciële data providers. We hadden daar twee voorbeelden van. Locatus. En we hadden een partij die de bezoekers via mobiele data laat zien waar mensen hun zaken doen. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van. En we hebben gekeken naar de categorie van volunteered geographical information. Dat is de data die consumenten eigenlijk zelf beschikbaar stellen. Wat ze van dingen vinden of waar winkels zitten. Die informatie die kunnen we ook mooi integreren in het Esri-platform. Om uiteindelijk
op basis van die data ook weer te zien van hoe ons winkelcentrum functioneert versus de omgeving en wat mensen ervan vinden, hoe ze zich gedragen. Dit is eigenlijk het overzichtje waar we nu mee bezig zijn. Wereldhaven is nu, dat is alweer het dankwoord, Wereldhaven is nu ongeveer een jaar bezig met de implementatie van Esri. Wij hebben daar heel erg veel plezier mee. We zijn er zeker nog niet. We zijn eigenlijk aan het beginstadium van wat we denken dat we met het platform kunnen doen. We zijn heel erg blij dat we met hele kleine use cases begonnen zijn. En dat we die eigenlijk samen met Esri, en Katelijne, dank daarvoor, voor het geduld en je hulp daarbij, die use cases steeds verder te brengen. En goed met onze medewerkers na te denken over waar het platform ons kan helpen betere besluiten te nemen. Voor nu hartelijk dank. En ik ben benieuwd of jullie tips hebben, of jullie een vergelijkbaar proces hebben doorgemaakt. Dus ik sta heel erg open voor feedback en ik kijk er heel erg naar uit. Hartelijk dank.